dit jaar weer een verzameling. Ik breng dit jaar ook weer een verzameling. Vorig jaar hebben we jouw doopjurk ook hier gehad. Dat was ook heel mooi. En de doopjurk van mijn, waar mijn moeder in gedoopt is, heeft hier ook gehangen. Ja. Dus dat was wel was heel mooi. En nu hebben we dit jaar weer een nieuwe verzameling. Een winterexpositie over verzamelingen. En mensen verzamelen van alles. Ja. En jij kwam hier met een mooie verzameling Delftblauw. Ja, dat klopt. Ja. En hoe kom je eraan? Het meeste komt uit het huis van mijn overleden vader. En ja, sommige mensen vinden het niet zo mooi. En andere, ik vond dat wel iets had. Het heeft bij mij heel lang in het toilet gestaan. Oh ja. Daar heb ik alles blauw met wit. En ja, dat is gewoon, was gewoon heel erg leuk. Ja. Toen Evelien bij mij kwam, stond het in de vitrinekast. Oh, ja, ja, ja. Dus toen zei ze van, oh, dat is wel iets voor ons, voor op het museum. Ja, en waarom, heb je enig idee waarom jouw vader het bewaarde? Dat weet ik niet. Want die is daar blijkbaar toch heel erg door gefascineerd geweest. Ja, of zo, want het is allemaal handpainted. Ja. Allemaal, overal. Ja. Ik heb net gekeken. Maar hij Delft, kwam, handpainted. Hij ging heel het vaak naar klompenmaker, een dekker de in Dussen. Ja. En die kwam vroeger bij ons thuis aan de deur met klompen. En ja, ik denk dat je het daarvan meegebracht is. Oh, je steeds. Hebt ook klompjes? Klompjes, ja. 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 Echt Holland. Ja, leuk hoor. Wat kleinere. Ja. Ja, en die molentjes die zijn ook heel erg leuk. Ja. Ja, ja, leuk hoor. Maar ik gebruik het nooit hoor. Nee, het is ook... Ik vind het echt... En hier hoort een zandloper nog bij, maar die is gewoon van hout. Oh. Dus daar zit... Dit dekseltje van het hartje, dat past ook op het toilet. Oh! Kijk. Ja. Leuk, hè? Ja. En toen ze bij mij in het toilet stonden, had ik hier oranje bloemetjes in staan. Oh, ja. En daarachter ging een vlaggetje van rood, wit, blauw. Ja, ja. Dat was echt Hollands, echt een Hollands, Hollands tafereel. Toilet, dat klopt. Een Hollands tafereel. Ja, nou, wel heel leuk. Heel leuk. Maar om het nou meteen weg te doen, nou, dat kan ik ook niet over mijn hart verkrijgen. Nee, het is heel leuk. Dus dat doen we maar niet. Leuk. Nou, leuk om te laten zien. Het is leuk om te zien, ja. En er zit ook verschillende kleuren, zie je? Ja. Hè? Deze is bijvoorbeeld... lichter dan die. Die donkerder vind ik zelf mooier als de lichte. Modelt. En dat is toch... Ja. Ja, maar dat is hoeveel dat opgenomen wordt met de bakken. Ja. Ja. Want je doet het er niet blauw op, hè? Het wordt pas blauw op het moment dat je in de oven gestaan heeft. Ja. Ja. Nou, leuk. Ja. Nou, dankjewel. Ik vind het altijd wel heel leuk. Je zult het een mooie plaats geven. Dat is prima. Met de verzameling pinguïns. We hebben net een verzameling gezien van jou van Delftblauw. En je hebt nog een verzameling meegebracht met pinguïns. Nou, deze zijn niet van mij, maar deze zijn van mijn dochter. Oké. En die is ze ooit gaan verzamelen naar aanleiding van dat ze in groep of naar het voortgezet onderwijs ging. En daar kregen ze als opdracht je favoriete dier uitzagen van Triplex. Oh. En dat heeft ze gedaan en dat is uiteindelijk, de aanzet geweest tot pinguïns. Ja. Goh, en hoe kwam dat was toen haar lievelingsdier. Blijkbaar, maar dat wisten wij dus niet. Nee. Goh, leuk hoor. En nou, hier zien we dan echt de pinguïn in verschillende groottes en in zijn omgeving zo'n beetje. Hè. Van deze... weet ik dat ze die van de vriend gekregen heeft. Oh. En van deze weet ik dat ook. Ja, god. Ja, leuk, het is wel heel erg leuk. Maar ze staan bij jou thuis nu? Ze staan nu bij mij. En in de hoop dat wanneer ze naar een grotere woning gaat... dat ze altijd nog... dat ze ze dan nog meeneemt. Ja, want wegdoen wilden ze ze niet. Nee. Toen zei ze, doen ze maar in een verhuisdoos... Maar dan worden ze zo ingedeukt en dan worden ze niet mooi. Ik zeg, laat ze maar gewoon boven op de kast staan. Ja. Dus ze staan er gewoon in haar oude kamer op de kast. Wij zetten bij elke verzameling ook een stukje tekst. Zelf zou ik het nog op moeten gaan zoeken. Maar er is een verschil, dacht ik, in de Zuidpool en de Noordpool. Ja, klopt. Je hebt verschillende soorten. En in de Zuidpool zitten weer hele andere. Want ze komen ook heel veel voor in Argentinië. Ja. En daar zit weer...
een andere soort. Ja. Dat klopt inderdaad wat je zegt. En in Zuid-Afrika heb je ze zelfs ook, hè? Ja, want daar zitten ze ook. Ik heb gezien van Kaapstad, waar ook een hele kolonie daar hebben mijn nichtjes ook gezien, inderdaad. Ja. 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 Nou, leuk. Maar het zijn wel... Ja, dankjewel. Ik vind het toch altijd wel heel fascinerende beestjes. Dankjewel. Inderdaad. Ja. Ja. Ik hoop dat er veel mensen op afkomen.